een mens het gedost in een bonte kledij. Hij loopt met wat anders, dus samen in een rij. We zijn vandaag hier aanwezig bij het Sacramentsgilde in Bergijk. En bij mij staat Jos de Haas, hoofdman van het Sacramentsgilde. Een vraag die mij al heel lang intrigeert en ook de mensen van Bergijk, dat is, je hebt hier de rijke en de arm guld. Waar is dat? Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Want het is helemaal niet de arm of rijke guld. Dus daar kan ik geen duidelijk antwoord op geven. Dan wil ik zo voorstellen dat we daar straks aan de tafel, of dadelijk aan de tafel, over door praten. Jazeker. Dank je wel. En dan zit hier langs mij Jos Teus, de muzikant, zanger, gitarist van Bergijk. Ja. Helemaal van Bergijk, zeggen ze dan. En je maakt jouw liedjes helemaal zelf, schrijf je zelf, je maakt de muziek zelf. Ja. En vanavond ga jij voor onze liedjes zingen. En ik heb iets gehoord en dat lijkt mij wel een verrekskan liedje. Ja, het is ook nog niet zo'n heel oud liedje. Ik heb het nog niet zo heel lang geleden gemaakt. Maar het gaat wel alleen maar over Bergijk. Dus ik kan het ook alleen maar in Bergijk spelen. En hoe noemt dat? Ik noem het Boergijk. Nou, daar gaan wij straks heel goed naar luisteren. Alvast okay. Bedankt. Oké, okay, dank wel. Welkom bij Waar weet jij van de guld? Een programma van de Brabantse Gilde. Er wordt gesproken over tradities door gildebroeders en gildezusters en wat er allemaal in hun gild gebeurt. En zeker dat de gild nog springlevend is, als ik dat hier en daar zie, wat er allemaal gebeurt tussen de gildebroeders en de burgerbevolking. En vanavond gaan we hier praten met gildebroeders van het Sacramentsgilde. En bij mij aan tafel zit de hoofdman Jos de Haas en keizer Henk Frenke. En Gerard Daris, een gildebroeder, maar die is al zo lang gildebroeder, die heb ik al op veel plaatsen tegengekomen. En onze oud-vendelier, mag ik wel zeggen, Jan Rooijakkers. En ik wil het vanavond met jullie over bepaalde zaken hebben, of over een paar zaken. En dat is dan over het keizerschap, over de geschiedenis en over de activiteiten die jullie in de gild begunnen. En over het vendelen, want dat is ook een belangrijk item. En ik wil eigenlijk beginnen van wat we straks mee opgehouden zijn. En dat is van de rijke en de arm guld. Hoe zit dat in elkaar? De arm en de rijke guld is een terminologie die nooit in Bergijk gebruikt is geweest. Er was wel in Eersel, daar is daar van oudsher een onderscheid tussen de twee gildes. Ja. In Bergijk hebben we altijd twee gilden gehad. Maar het werd altijd in allerlei geschriften en in de volksmond werd het altijd de schut genoemd en de guld. De guld is de sacramentsgilde, ja. En de schut is het Sint-Jorisgilde. En ik weet dat, toen ik vroeger klein was, mijn vader bij alle twee gildes was. Ho, bij twee gildes, maar dat kent toch niet, hè? Dat kon niet, maar dat was ook een beetje uit klandizie, denk ik. Maar hoezo klandizie? Ja, dan hadden ze ook meer klanten, dat vroeger. Ja. Maar ik weet dat ik als manneke van de jaren 12 ooit thuis kwam, s'avonds, en ik wist niet waar onze vader en moeder waren. Ja. En toen zeiden ze, die zijn net schut. En ik denk, wat moet ik die toch in april in de donker bij het schut gaan doen? En dat doelde ze dus, naar het schut. Maar ook als je in de boeken leest, in de gilde, ook in de reglementen die wij zelf hebben, ja. tussen afspraken, tussen Sint-Jorisgilde en het Sacramentsgilde, wordt altijd genoemd de guld en het schut. Ja. En dat was dan voor de mensen duidelijk wie over welk gilde dat je bedoelde. Ja. Ik heb gelezen, de oudste gegevens waar ik ben tegengekomen is 1537, want als ik zeg 1537, denk ik dat 15,37 euro is, maar het is 1537. Daar komen de gegevens vandaan. En waar haalt dat uit ergens? Ligt daar vast? Dat ligt vast in verschillende bronnen. De meeste bronnen die refereren naar hetzelfde. Er was in de kerk een kapel. En in die kapel die is opgericht door de gildebroeders van het gilde van het Heilige Sacrament. Ja. En de gildebroeders zijn begonnen in 1537 en is in 1540 voltooid, zoals de inscriptie getuigt. Ja, ja. En die tekst die wordt in verschillende bronnen herhaald. Ja, ook ja. Bij de
inventarisatie toen de kerk in 1648 overging naar protestantse handen. Ja, ja. In 1650 is de kerktoren ingestort en waarschijnlijk is toen ook die kapel verdwenen. Ja. Maar jullie hebben dan kijk ik even naar Jos, over de reglementen, daar hadden niet zo heel veel meer van, denk ik. Nee, dat is toen de tijd een keer verbrand, met brand is dat verwoest, dus we hebben heel weinig gegevens van die, vanaf die tijd. En welk was dat, brand in een café? Was brand in bij een hoofdman, volgens mij. Een hoofdman? Brand met een hoofdman. Hoofdman, en die had Hulders bezittingen thuis liggen. Ja, ja. En dus er is helemaal niks meer van. Het zilver en zo was dat ook weg, of niet? Voor een deel is het zilver waarschijnlijk in de Franse tijd verdwenen. Ja. Oudste schilden zijn van 1813, na de gelukkige omwenteling. Ja. 1813, 1820. Ja. Maar we hebben dus wel veel documenten, ook uit die Bataafse tijd, waarin dus verteld wordt over de geschiedenis die daaraan vooraf ging. Nee. Dus we hebben redelijk veel papieren, archief, bronnen kunnen vinden vanaf ongeveer 1700. Mm-hmm. Bedankt over de geschiedenis. We weten nou weer alweer. We zijn zelfs slimmer geworden, hè? Over de Rijke de Ermguld. Maar ik wil het iets naar een ander item. En dat is dus over de activiteiten. Want jullie hebben per jaar nogal wat activiteiten. Wij hebben één keer per jaar, daar zijn we 5 jaar geleden mee begonnen, het Burgers Koningsschieten. Zijn mee begonnen. En wat is dat? Dan nodigen wij verenigingen uit. Dus dan zijn verenigingen uitgenodigd en om hier te komen schieten. Ja. En dat was, doet het 5 jaar. En dat was het eerste jaar gewoon overweldigend. Wat gaat er dan gebeuren? Dan doen wij schieten op de wip en op de bel en op de puist. En de beste schutter van de wip en de puist, van de wip en de bel, die gaan schieten voor het koningschap, het burgerkoningschap. En wie het laatste stukje eraf schiet van die vogel, die is burgerkoning. Ja, ja. En hoe groot zijn die teams? Of maakt dat niet uit? Ja, de 7-8 personen ongeveer. 7-8 personen, ja. En dus die teams zijn allemaal ongeveer. Maar jullie hebben ook het Koningsdag bukschieten, zag ik ergens. Ja. En wat is dat? Nou, dat is een activiteit die we sinds een paar jaar doen. We dragen ons steentje bij aan de Oudbaarde die elk jaar gehouden wordt op Koningsdag. Ja. En daar is dan aansluitend een activiteitenprogramma op de markt. En daar staan we sinds een paar jaar ook om met onze luchtbugs om daar ook een wedstrijd te houden voor de mensen die daaraan deel willen nemen. Maar dat gebeurt dus op het hof, zal ik zeggen. Op het markt. Maar ik hoorde ook dat er zondags of een paar weken later hier ook geschoten werd door diegene die aan de bukschieten meegedaan. Ja, ja. Dus de beste schutters van die dag die worden een aantal weken later uitgenodigd om hier nog een keer afkampen om een winnaar van de dag te krijgen. Ja. En die krijgt dan als een beker uitgereikt als de beste schutter van de Koningsdag. Ja, ja. Heel mooi, heel mooi. Een goed initiatief. Want daardoor krijgen dus steeds meer de binding tussen de burgerbevolking, zoals wij dat zeggen, en de Gildebroeders. Maar jullie gaan ook al jarenlang, en dan zeg ik EST, en dan moeten jullie zeggen, wat is, nee, ik niet, maar wat is dat? EST is Europese Schutters Treffen. En dat is vanaf 1975 een groot gildefeest met gildes uit meerdere landen en uit meerdere regio's. Dus in Nederland met name Gelderland, Limburg, Brabant, maar ook uit België. Polen, Rusland, Oekraïne, maar dan wordt geschoten dan. En dan wordt de koningen van de gildes, die schieten daar voor het Europees koningschap. Ja. Eenmaal per 3 jaar, hè? Dus één keer in de 3 jaar. Ja, ja, ja. Ja. En we zijn ooit als gilde naar Polen geweest, we zijn ooit naar Oostenrijk geweest, een aantal keren naar Duitsland, naar België. Maar een Europa-koning, die hadden jullie nooit meegebracht? Nee, helaas niet. Nee. Hè? Nou, gelukkig is het al. Er zit al veel werk aan. Je weet zelfs bij het Songfestival. Ja, ja. Ja. Goed. Ik bedankt over de activiteiten. Ik wil eigenlijk naar onze vriend, oud-vendelier Jan Rooijakkers.
Want jij bent altijd, nou niet altijd hè, maar jij bent een soort vendelier geworden. Hoe lang is dat al geleden, Jan? Ja, dat is 15 jaar geleden ben ik gestopt en toen was ik ongeveer 25 jaar vendelier. Dus ik ben ergens zo met 34 begonnen. Ja. Ik hoorde toen bij de jeugd, nog steeds, gelukkig. Ja. Ik werd er ook voor veroordeeld voor de jeugd. Ja, ja. En dan gingen we dus oefenen. En jullie oefenden in een keer in de week? In een keer in de week oefenden wij. Ja. In het begin bij Rinne Stelburgs op Gezon. Rinne Gezon maaien en dan konden we oefenen. Oh, maar ik hoor hier links of rechts van mij. Ja, ja. Dus jij bent ook van de Ik heb zo met Jan geleerd. Ja, ja. Samen geleerd. Dus jullie kent de kneepjes van het vak. Ja. Ja, ik heb vroeger, toen ik ook klein was, heb ik ook gevendeld. Ja. Maar ik vond het altijd verrekkers moeilijk. Vooral achter de rug doorgooien zo, hè. Ja, ik weet niet hoe jullie dat gevonden hebben, maar of dat voor jullie een makkie was, want er zijn toch verschillende slagen waar je toch wel wat van moet doen. Want ik denk dan altijd maar die mensen die daar vendelen kijken, die zien alleen maar die vlag ronddraaien, maar er is toch wel meer mee te doen als alleen maar ronddraaien. Als we nou achter de rug deur gooien, moet die gaan staan, maar hoe kun jij dat eens een beetje uitduien, hoe dat moet? Je hebt een vlag beet en dan draai je hem achter de rug deur en dan gooi je hem omhoog. De bedoeling is over de schouder en diezelfde hand moet aan de voorkant zijn om hem dan weer op te vangen. Ja. Dus niet gauw die andere vangen. Hè. En als dan fout ging, dan heb je geluk als je bij Rinne Stelburgs op gezond bent. Maar als je dan in de Oude Kerk aan het oefenen bent, dan ligt er zo'n stenen vloer en je landt altijd op het teen. Ja. Nooit erlangs. Dat weet je ook. Dat weet je ook aan veel anderen. Een paar keer zo. Een paar keer. Zo zijn er meer slagen natuurlijk. Ja. Hè? Want je hebt de kruisslag, hè? Die wordt eigenlijk de acht, meen ik al, dat de acht is. Ja. Maar dat is ook een heel aparte slag natuurlijk. Hè? Want je moet jouw vlaggenstok moet altijd met de duim naar boven of duim naar beneden onder de polsdeur of boven de polsdeur. En waar vat hem aan? En als je nou goed op elkaar ingesteld bent, je bent aan het oefenen, dan spreekt een bepaald vendelgebed, zoals dat heet, wordt afgesproken. En als dan degene die voorzwaait zich vergist en de slag overslaat, dan gaan we nooit fout doen, want we wisten precies dat die, als je zijn hand daar hebt, dat die slag komt en geen een en ander. Ja, ja. Dus dat was, dat werd meteen opgelost zonder dat het publiek er iets van merkte. Ja. Maar dat is dan ook een techniek die alleen maar bij de vendeliers bekend is, denk ik. Ja? Ja, alle vendeliers zien het ook mee. Ja. Ja. En je moet goed evenwicht houden van die vendelstokken. Je ziet ook als de balans, sommige mensen willen het leren, maar kunnen op een of andere manier niet omgaan met dat gewicht en met dat evenwicht. De evenwicht ligt namelijk niet altijd op hetzelfde punt. De evenwicht ligt afhankelijk van de slag die je gaat maken. Wordt je hand korter bij de knop of verder af verplaatst? Hoe hand anders geplaatst? Ja, want anders gewoon te technisch worden, denk ik. Hè. Maar als je de molen, wiekenslag, dan is dat toch molenwiek. Helemaal. Ja, molenwiek. Die is toch helemaal voor een buik deur, zal ik zeggen. Hè. Dat is natuurlijk lastig, omdat de stok 2,5 meter lang is en zelf ben je maar 1,5 meter lang. Dus je moet dan. En die vlag omhoog gooien en die moet ronddraaien en dat maakt het dan lastig. Ja, maar ja. Ook mooi. Ja. En zo is het met die andere slagen ook. Doordat ze synchroon gaan, is het ook een mooi gezicht. Ja. Maar de molenwiek is dan ook een slag voor acrobatisch vendel. Daar komt iedereen aan toe, hè, en zo even. Ja, ja, ja. Ze blijven wel eens eerder hangen. Ja. ik wil jullie daarover het vendelen bedanken. En dan ga ik naar onze keizer, Henk Vrenke. Want die is keizer hier van de Guld. De nieuwste? Misschien is mijn geluk dat er veel archieven verbrand zijn. Dus wat mij betreft ben ik de eerste. Dus daar houden we dan ook maar zo aan. En je hebt, hoe moet ik dat zeggen? Je bent eerst een paar keer koning geweest. Ja. Want dat is voor de buitenstaanders. Dat weten niet wat de keizer is dan. Nee, hè? Hoe dat je keizer wordt. Keizer word je door bij ons gilde of 3 keer achter elkaar koning te schieten.
Of 5 keer in totaal, want dat kan ook nog. Maar ik heb de kortste weg gekozen. En dat kwam vooral goed uit, want een van de privileges van de keizers is vrijstelling van contributie. Dus dat is de kortste weg naar zo min mogelijk contributie betalen. En drank? En drank? En... Nee, dat moet je netjes betalen. Oh, maar meer privileges? Nee, wij hebben daar geen specifieke privileges. Nee? Nee. En ik hoorde wel eens ooit bij andere gildes, hè, als die dan koning geschoten hebben, dan krijgen ze het, eigenlijk hul het koningsschilder krijgen ze. En dan kan de gild dat weer terugkopen door het keizersschild te schenken. Ja? Hoe is dat bij jou gegaan dan? Dat is bij ons zo niet gegaan. We hebben... wij kenden het, stond niet in onze reglementen, de reglementen die we hanteerden. Het reglement staat in dat er 3 keer koning keizer is, ja. Maar er staat niet, ze hebben vroeger in de reglement, het reglement wat we nu hebben is van 1874. Ja. En toen hebben ze nooit gedacht dat er iemand keizer zou kunnen worden. Daar hebben ze niet te ver over doorgewijd. Dat was te moeilijk. Ja, maar er komt nog bij, de keizer is voor het leven en dat is nog waar, hè? Ja. Dat is nog niet zo erin. Hij heeft er wel voor geschoten. Hij heeft er wel voor geschoten. Ja. Hij heeft het niet gekregen. Zeker niet gekregen. Nee? Het was de veldstrijd. Kijk maar zo. Ik moest voor rechts mijn best doen. Maar degene die... Ik heb nog altijd de indruk dat degene die het voorlaatste schot had, dat die hem toch liet liggen. Maar de rest... Toen moest ik hem wel afschieten, want de rest die zou me niet helpen. Nee. Wat ik ook heel mooi vond, dat hoorde ik pas later, dat er ter ere van de keizer een boom geplant is. Ja, en we zitten zo, wij waren een paar jaar geleden in Frankrijk op vakantie, dat was een klein dorpje. En bij bijzondere gebeurtenissen planten ze daar een boom. Ik denk, hé, dat moet ik goed onthouden. Ik ben 10 jaar hoofdman en Henk is keizerschoten. Dan hebben we een keizersboom geschonken aan de gild. Die hebben Henk en ik samen geplant. Alleen jullie samen en de rest er niet bij? We zijn vanaf de schildertrein door naar het bos vertrokken. Daar hebben we, ja. En op de tijd water gegeven of bier? Of wat krijgt hij? Nou, de Bergmans hoor. Elke woensdagmorgen krijg je 10 liter water. Oh. Dus daar moet je ze mee doen. Ja. En het is een rooienbeuk. Een rooienbeuk. Een rooienbeuk, ja. Ja, meteen een pot. En die duurt goed? Ja, hij duurt goed. Hij groeit tijdens 16 jaar een meter gegroeid. Kijk. Hey. Het is heel vlug gegaan. Mijn tijd zit erop. Ja. En ik vind, als ik dat hier zo hoor, dan zitten we hier weer bij een goede guld, maar dat we bij andere dingen ook zitten. Jullie zitten hier fantastisch in een mooie ruimte. Jullie hebben gewoon guld bij de park hier. En ik zou zeggen, hartstikke bedankt dat jullie dit hebben willen doen. Ik wil hiermee afsluiten door te zeggen dat dadelijk Jos het liedje gaat zingen. Boer Gaik. Maar voordat ik af kan sluiten, wil ik zeggen: wilde reageren of hadden iets te zeggen, meld wij aan bij Wat weet jij van de Guld Brabant @gmail.com. En wilde als gilde ook zijn gespreksavond meemaken, dat kan, meld wij dan ook aan. En ik zou zeggen: houdoe en tot de volgende keer. Ja. Frans Koenen voor de muziek, van de grinten voor de grote sigaren, bij de guld hooi de keizer nog wilde haren. Een krentenbrood van bakker Muzelaars,
en het hondje van Valkenaars. Dan als Charles voor een bruiloftsfeest. Het was vroeger en dat is nou al geweest. En als je dat nou toch nog allemaal heel goed herkent, dan ben je ook van toen al een grijs wijf of een kale vent. Maar dat duurt ons niks, we blijven over vroeger praten. Maar tot tijd kunnen loten, want ze houden nu hier in de gaten. Ja, Rien is hoide aanzicht kort, bij de valk voor de goeie noord. Frits Renders in zijn atelier, van de Schietberg af op uw houten slee. Platte wogen mee de melkkiep, het patronaat en de driedongsbiep. Op de Lindersvijver lang gevist, het was vroeger en het is nou al geweest. En als je dat nou toch nog allemaal heel goed herkent, dan ben je ook van toen al een grijs wijf of een kale vent. Maar dat duurt mij niks, je blijft maar over vroeger praten. Maar toch tijd kunnen loten, want ze houden nu hier in de gaten. Proot zat voor nog een couplet van Bert van Hoof achter zijn loket. Christian zwijgend aan uw bed, maar nee, ik stop, ik heb goed opgelet. En als je dat nou toch nog allemaal heel goed herkent, dan ben je ook van toen al een grijs wijf of een kale vent. Maar dat duurt me niks, je blijft maar over vroeger praten. Maar tot tijd kunnen loten, want ze houden nu hier in de gaten. Maar tot tijd kunnen loten, want ze houden nu hier in de gaten. Maar tot tijd kunnen loten, want boer ga ik houdt u in de gaten. Merci.